Aan de stationsweg in Hillegom was zaterdag een grootschalige alcoholcontrole. Dit gebeurde in het kader van de Bob Sportcampagne die 3 maart is gestart. We vroegen de voorzitter van de projectgroep Verkeersveiligheid en de politie wat de campagne precies inhoudt. Wij gaan proberen in de Bollestreek de sportclubs mee te krijgen in een campagne tegen alcohol voor diegene die achter stuur wil gaan zitten. De Bob-actie, campagne met sporters. Wat is nou het gevaar van het rijden met alcohol op? Nou, dat gevaar dat is nog ieder weekend, iedere week weer zichtbaar als er weer een ongeval is. Waarbij de bestuurder of een van de bestuurders alcohol op heeft. Er vallen nog zo'n 130 doden in het verkeer jaarlijks waarbij alcohol in het spel is. En waarom gebeurt dat nu? Is het nog steeds een heel groot probleem hier in de Bollestreek? Het is niet alleen in de Bollestreek, het is een landelijke campagne. We hebben de Bollestreek uitgekozen, er zitten hier hele grote amateurclubs. En wij willen hun medewerking hebben om te zorgen dat er inderdaad minder gedronken wordt. Althans in ieder geval met mensen die achter stuur gaan. Achter u staan al je collega's te controleren. Hebben jullie vandaag veel mensen aangehouden voor het rijden met alcohol? Gelukkig nog helemaal niemand en ik hoop ook dat dat zo blijft. We staan hier bij een sportpark, dus komen hier veel mensen uit de kantines. En ik hoop dat ze allemaal een bob regelen of dat ze met het openbaar vervoer gaan. En dat we eigenlijk helemaal niemand gaan aanhouden. Achter ons zien we een controle, maar de campagne houdt meer in. Wat doet u nog meer? Nou, voorlichting is eigenlijk het allerbelangrijkste wat we doen. We gaan ook aan de slag, niet alleen met de verenigingen, maar ook met het barpersoneel. Die krijgen een opleiding om ook te zorgen dat iemand die zich als Bob aanmeldt, dat we die ook helpen dat hij dat volhoudt. Want het is zo verleidelijk om dat ene biertje te pakken en van één biertje komt 2 biertjes en dan is iemand dus duidelijk geen Bob meer. Nee, dat ene biertje dat leidt vaak tot 2 biertjes. En wij zeggen daarom ook van 100% Bob is 0% op. En hou je daar ook aan. Want dat tweede biertje dat smaakt ook nog lekker. Misschien dat derde biertje ook wel. Meneer, net gecontroleerd, alles netjes? Ja, alles netjes, tuurlijk. Niet rijden met drank op. Wat vindt u ervan dat er zo'n controle gehouden wordt? Goed, alleen niet in zo'n straat, denk ik. Het is vanwege de sportclub, hè? Het idee is dat mensen niet gaan drinken en sporten en daarna weer rijden. Ja, precies. Ja, nou, dat is goed. Alcoholcontrole voorbij het sporten, wat vind je ervan? Ja, goede zaak, denk ik. Merk je dat er nog veel gedronken wordt in de kantine en dan toch nog gereden? Ja, absoluut. Het lijkt me logisch. Ik denk dat iedereen er zo over denkt. Nee, ik bedoel, dat merk je in de kantine dat er mensen drinken en uiteindelijk toch nog de auto instappen? Ja. Ja? Ja. Maar u heeft niks gedronken? Nee, ik heb niks gedronken, nee. Nee. Hij moet werken, dus we moesten vroeg weg. Maar anders had ik ook niet gedronken, hoor. Een stukje verantwoordelijkheid, denk ik. Dankjewel. Jo. En wanneer bent u tevreden? Als we 0 mensen aanhouden, dus dat iedereen Bob heeft geregeld, dat we minder ongevallen hebben, dus dat we dat aantal van 130 doden in het verkeer kunnen gaan verminderen. Is deze actie een goed begin? Perfect begin. En ik hoop dat het ook heel veel effect gaat hebben.